Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerblazen.nl. Vandaag is er veel bewolking, maar in het noorden van het land breekt soms wel even de zon door. Verder valt in het zuiden eerst nog een tijdje regen. In de loop van de dag wordt het op veel plaatsen droog, maar verspreid in het land komt nog steeds wel een enkele bui voor. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 graden in het noorden en 12 graden in het zuiden, misschien plaatselijk zelfs 13 graden. Verder waait er een stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Eerst is hij matig, tot aan zee krachtig of zelfs nog hard. Windkracht 4 tot 7, maar gaat geleidelijk aan afnemen. Vanavond komen een paar opklaringen nog voor in het noorden. Daar koelt het af na 6 graden. In de rest van het land wordt het een graad of 9 en gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Morgen is het ook tamelijk wisselvallig met verspreid in het land regen. De meeste neerslag verwacht ik in de oostelijke helft van het land. Het wordt 11 of 12 graden en vooral in de middag waait er weer een stevige wind. Ook maandag nog overwegend bewolkt in periode met regen bij een graad of 12. Vanaf dinsdag zien we steeds vaker de zon, en woensdag is het ook op de meeste plaatsen inmiddels droog geworden. De wind gaat ook geleidelijk aan afnemen en draait naar een zuidelijke richting. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.